Ze probeerden de zenuwen nog wat weg te lachen zo net in de catacombe. Want die zullen er wel degelijk zijn voor dat eerste grote moment in de carrière. In een stadion dat tot dan ook is gevuld voor deze finale. Tussen de USA, links van de middenlijn, en Nederland rechts. USA, verdedigend wereldkampioen tegen de Europees kampioen. Meer moet dat toch niet zijn voor een finale. Lage bal deze keer, verlengd door Ertz. Lavelle en de vuisten van Van Veenendaal. O'Hara nog. Ze kon er niet meer bij. Julie Ertz samen met Lavelle naar de bal. Het was Ertz die hem raakte. Rapinoe met de versnelling. Nieuwe voorzet. Daar is Morgan van Veenendaal en de paal. Daar was haar moment, Alex Morgan. Van Lunteren ziet sterretjes tegen Megan Rapinoe. En Van Veenendaal heeft haar alle geluk van de wereld dat die bal niet in het doel rolt. Scherpe reactie van Morgan. Frappari, ja, ze gaat kijken. Oei, Nederland. Fanny Frappard naar het scherm. Het been is hoog van Van de Gracht. Hier kan je het niet zien of ze Morgan raakt of niet. Het lijkt me niet de val te veroorzaken als ik het zo bekijk. Ze raakt haar wel heel hoog tegen de schouder. Maar ik heb de reputatie van Morgan al een keer aangehaald. Die voelt wat en valt. Hier lijkt ze er echt overheen te gaan natuurlijk, op deze manier. Wat doet Frappard? Ze keert terug. Penalty voor Amerika. Stoïcijns als altijd. Een standbeeld. Rapinoe, andere hoek. En 1-0 Amerika. Na een kwartier in de tweede helft, penalty voor USA. Megan Rapinoe maakt haar zesde van het toernooi. Van Veenendaal, roerloos, bewoog niet. Beteuterde blik bij Sari van Veenendaal. Na meer dan 300 minuten is ze geklopt van op 11 meter. Ondankbaar voor haar natuurlijk. En USA heeft al 5 jaar niet meer verloren in een wedstrijd waarin Rapinoe scoort. Statistieken die zijn er omdat ze leuk zijn, maar dat is wel een heel opvallende natuurlijk. Van Veenendaal op het verkeerde been dacht, ja, die gaat weer naar dezelfde kant trappen, maar nee. Lavelle met ruimte. Iedereen wijkt. Lavelle gaat trappen. De goal. Wedstrijd beslist. 2-0 Amerika. Iedereen wijkt. Iedereen loopt achteruit. En Rose Lavelle doet dat mooi overhoeks. Van Veenendaal is dan toch te kloppen. Niet alleen van op 11 meter. Groene balverlies. Rapinoe nog. Wordt het nog wat erger. Rapinoe naar Heat. Met links dan maar, iedereen voorbij. Van Veenendaal in de weg. Rapinoe, die gooit er zich daar nog tussen. Gewoon toetrappen voor Nederland. Maar ze gaat knallen nu, spitsen. Goeie bal net ernaast. Einde van de wedstrijd nu. 95 minuten zijn volgemaakt. En al die Amerikanen hier, die juichen mee met de speelsters beneden. We gaan er hier een lange en wilde nacht van maken. Carly Lloyd steekt de beker in de lucht. Ze heeft niet zoveel mogen spelen. Ze is de meest ervaren van allemaal. Allemaal samen bedolven onder de confetti. Om zo een punt te plaatsen achter dit WK 2019. Met vuurwerk, met vreugde, met gejuich in de tribunes.